nu zeg maar voor het derde seizoen dat ik erbij zit. En sinds dit seizoen echt alle trainingen meedoen. Ja, vanaf het veld is het een hele omschakeling. Ik ben echt van het spelletje gaan houden, want ja, je bent als keeper zo betrokken bij uiteraard het verdedigen, maar ook het aanvallen. Je kan een bal aangooien, dat is gelijk een voorzet. Nou ja, je zag gisteren aan Reijer, je kan op een belangrijk moment scoren voor de ploeg. Hij deed het vanaf de grond. Ik toevallig vandaag ook gelijk vanaf de grond. Ja, dat is fantastisch. Jij zegt, ik ben van het spelletje gaan houden. Wat maakt het dan zo mooi? Ja, dat het gewoon zo dynamisch is. Kijk, ik moet zeggen, het veldvoetbal is ook fantastisch, blijft ook fantastisch. Maar dit is zoveel dynamischer. Hè? Er zijn zoveel meer hoogtepunten, mooie momenten. En het zand maakt het onvoorspelbaar. Dus dat maakt het ook dat het blijft. Hè? Net als in het veldvoetbal zag je op een gegeven moment dat de kleine ploegen niet echt meer dik gingen verliezen van de grote teams. Ze werden tactisch wat beter in conditie. Nou, zo hebben wij ons ook een beetje omhoog gevochten. En stapje voor stapje zijn we wat beter geworden. Dus dan wordt het ook steeds leuker.